Voor- en tegenstanders van een nationaal park verzamelen zich bij het gemeentehuis in Kleef. Wat wordt de toekomst voor het Rijswald dat aan onze regio grenst? En wenn es ein Nationalpark ist, dann werden mindestens 75% der Flächen geschlossen. En verder in het nieuws vandaag: Bredeweg neemt maatregelen om overstromingen tegen te gaan. En Groesbeek neemt afscheid van cafébaas De Kom. Komt er wel of niet een nationaal park net over de Duitse grens langs onze regio? Dat is een vraag die al een tijdje speelt. Gistermiddag stemde de gemeenteraad van Kleef voor de tweede keer over deze kwestie. Redenen voor veel voorstanders om zich te verzamelen voor het gemeentehuis. Maar ook tegenstanders lieten van zich horen. Moet het Rijswald een nationaal park worden of niet? Om de gemeenteraad te laten zien hoe groot de groep voorstanders is, hebben zij zich deze middag verzameld voor het gemeentehuis. Maar ook tegenstanders zijn van de partij. Een nationaalpark is naar deutschem gesetz, das Bundesnaturschutzgesetz regelt das, das höchste Schutzstatus, den wir einem Wald geben können. Und das bedeutet, dass der Wald auf Dauer sich selbst überlassen werden soll. Dass wir also nicht mehr eingreifen. Und das bedeutet zum einen, dass wir nicht mehr nutzen können, keine Forstwirtschaft, keine Holzwirtschaft mehr betreiben können. Aber was viel wichtiger ist, dass die Bürger und Bürgerinnen nicht mehr in den Wald gehen können, so wie es jetzt da ist. Weil es werden dann. Und wie ist das jetzt? Jetzt ist es so, dass der Wald völlig frei ist. In Deutschland haben wir komplettes freies Betretungsrecht. Das ist, glaube ich, anders als in Holland. Also man kann überall durch den Wald durchlaufen. Die Spaziergänger können überall Pilze sammeln, Brombeeren sammeln, wie auch immer. Und wenn es ein Nationalpark ist, dann werden mindestens 75% der Flächen geschlossen, weil sie der Natur überlassen werden und da können die Bürger dort nicht mehr hinein. Und all die Beperkungen sehen die Tegenstanders dus nicht sitzen. Zij finden het bos goed zoals het nu is. Toch is er ook een groep mensen die de komst van een nationaal park wel ziet zitten. De beperkingen worden ook meteen van tafel geveegd. Ja, dat klopt helemaal niet. Er zijn in Duitsland 16 nationaalparken. Ik was al in heel veel met vakantie. Omdat men daar juist heel goed natuur kan beleven. Omdat er heel mooie wandelpaden zijn en mogelijkheden zijn om natuur te beleven. En ja, dat komt hier ook zo. Dat is ook een eis van het wet dat natuurbelevenis een hoge rang heeft in een nationale park. En het is ook een eis van de IUCN. Die hebben internationale criteria's voor nationale parken opgericht. En ook daar is natuurbelevenis staat daarvoor aan als één belangrijk doel van nationale parken. Ook de oud-burgemeester van Kleef, zelf woonachtig aan de grens van het Rijswald, wil geen nationaal park. Ik vind het wunderschön. Ik brauche keine verandering. Ik brauche keine majorisering van irgendwelche bürokratieën, van verwaltungen, van geboten of verboten. Wenn etwas schön en goed is, dan zal men het zo genieten wie hij is. En insofern voel ik mich wohl en brauche keine verandering. Natuur houdt niet op bij de landgrens. Dus staat het Rijswald ook direct in verbinding met onze gemeente Bergendal en Mook en Middelaar. Henny Brinkhoff van de werkgroep Milieubeheer Bergendal kan zich ook niet vinden in de argumenten van de tegenstanders. Voor de Duitsers is het een hartstikke goede bron van extra bron van inkomsten. Kom heel veel mensen hierheen. En waarom zouden die mensen komen als ze er niet in mogen? Natuurlijk mogen ze erin. Er komen bezoekerscentrum, er worden routes uitgezet, ook voor mountainbikers. Er blijft van alles mogelijk, alleen het wordt gereguleerd. He, op sommige plekken mag je heel veel, op andere plekken mag je dan wat minder, want de natuur moet ook rust hebben, maar rustgebieden hebben voor beesten. Die zijn er nu ook al in het Rijswald. De volgende stap is een burgerreferendum. Om de plannen voor een nationaal park door te laten gaan, moet een meerderheid hier voor stemmen. Also es muss die Mehrheit sein, aber es müssen mindestens 40.000 Stimmen sein. Das sind 15% ungefähr der wahlberechtigten Bürger, müssen sozusagen für den Nationalpark abstimmen und es muss gleichzeitig die Mehrheit sein. In december wordt de uitslag van het referendum verwacht. In 2016 stond bij een fikse regenbui het water in Bredeweg tot in de huizen. Om deze wateroverlast verder te voorkomen is toen gestart met een aanleg van een zevenstromenbaan. Om het water op te vangen en vast te houden op de juiste plaatsen. Vanochtend werd stroombaan 2 opgeleverd met een klein feestelijk moment. Ja.
We staan hier bij Stroombaan 2, een feestelijke opening. In het verleden is dit dorp behoorlijk door regenval op de stuwwallen en het water wat langs de stroombaan wat tot een meter hoog in het dorp gekomen is. Nou, daarvan hebben we met de gemeente gezegd, daar willen we wat aan veranderen. Dat willen we eigenlijk niet meer. En daarvoor hebben we een aantal het water opgevangen, spaarbekkens, infiltratiebekkens gemaakt die dat moeten voorkomen. Infiltratiebekkens klaar met ruim 25 miljoen liter wateropvang. En als het goed is, zeg maar, kan al dat water binnen 48 uur weer terug infiltreren de bodem in. Zodat we ook het grondwater aan kunnen vullen en dat dan weer in gebruiken in tijden van droogte. Dit miljoenenproject kwam tot stand dankzij intensieve samenwerking met verschillende betrokkenen. Als we zien voornamelijk hoe de ambtenaren samengewerkt hebben en ook voor de grondverwerving met de boeren, met de inwoners. Ja, ik denk dat een hele club bij elkaar en met name de toch wel unieke samenwerking met het waterschap, die is wel heel belangrijk in deze. Maar ook fijn voor het waterschap om zo'n mooie klus te laten zien. Want hoe vaak hoor ik van inwoners, ja, wat doet het waterschap eigenlijk? Nou, dit is wel een heel mooi voorbeeld wat er gebeurt. Het gebied was rijk aan dassen. Daarop is in samenwerking met Das en Burgt een aangepast plan gemaakt en de dassen hebben inmiddels de nieuwe mogelijkheden al ontdekt. Prachtige kraanburgt in het gebied, nou, die is ook onaangeroerd gebleven, maar wel bijburgten zijn er ook. En in het project staat één bijburgt, een vluchtpijp noemen ze het ook wel. Nou, die hebben we kunnen verplaatsen. We hebben heel goed kunnen samenwerken met Das en Boom. Die hebben we er direct aan de voorkant bijgehaald met een heel goed plan. En je ziet ook nu dat die das het eigenlijk alweer helemaal omarmd heeft. Het gebied heeft zijn plek alweer gevonden. En de das die gaat vanuit zo'n kraamburgsituatie fourageren in het gebied. Ja, en die maakt gebruik van de dammetjes die we hebben gemaakt om over te steken naar achterliggende maispercelen. Bredeweg behoudt voorlopig droge voeten. Bredeweg heeft wat betreft het waterschap en het werk wat we hier uitvoeren voorlopig droge voeten. Zegt nooit nooit, dat weten we inmiddels ook. Maar we hebben er veel aan gedaan om het te voorkomen. Het nieuws ging eerder deze week als een schok door het dorp. De eigenaar van het Groesbeekse café De Kom, Gerry Jansen van Fiem, is uit het leven gestapt. Inmiddels is bij de ingang van het café een komen en gaan van mensen die hem een laatste eer willen bewijzen. En de Bloemenzee blijft groeien. Op Facebook liet Jansens zoon weten iedereen te bedanken die zijn vader en de kroeg altijd een warm hart heeft toegedragen. De Stips in Nijmegen zijn jarig. Het info- en adviespunt bestaat alweer 10 jaar en dat betekent tijd voor een feestje. In sporthal De Boog werd dit jubileum vandaag gevierd met verschillende vrijwilligers, vaste krachten en gemeentewerkers. De Stips, een vaste waarde in de Nijmeegse wijken. Door de gehele stad staan ze verspreid om inwoners te helpen met vragen over van alles en nog wat. En dat doen ze al 10 jaar. Het is een gebouw waar we in zitten, vooral bemenst door vrijwilligers. En ze proberen vooral te helpen bij mensen die of hele kleine vragen hebben. Bijvoorbeeld, ik heb een busabonnement of iets dergelijks nodig, kunt u mij daarbij helpen? Of voor veel grotere vragen die wat meer gaan over moeilijke en ingewikkelde brieven die je ontvangt van allerlei instanties, om ook daarbij te helpen. En vooral om problemen die er zouden kunnen gaan ontstaan, die veel erger zijn, om die heel klein te houden. Deze Stips worden ook vaak bemand door vrijwilligers. En die zijn hard nodig om deze punten allemaal open te houden. Iris Martina is een van die vrijwilligers. Zij vertelt dat het werk ook een stukje voldoening is. Je mensen krijgt die eigenlijk niet meer weten wat ze moeten doen en hoe ze het moeten doen. En dat ze dan naar huis gaan en dat ze weer zicht hebben op morgen. Dat vind ik mooi, dat ze weer hoop hebben en het weer zien zitten. Ja. Nu bestaat de Stip dus 10 jaar. Als het aan de gemeente Nijmegen ligt, zullen ze ook nog niet snel verdwijnen. Nou, ik denk dat we deze voorziening heel lang zo willen houden. Hè, dat de Stips een echte basisvoorziening zijn. Dus ik denk dat we op dezelfde manier verder gaan en dat bewoners elkaar in de wijk blijven helpen. In Beuningen werd donderdagavond een bijeenkomst georganiseerd voor nieuwe inwoners. Er zijn een flink aantal nieuwe inwoners in het dorp bijgekomen. Dus werd het tijd om nader kennis te maken met de gemeente en haar voorzieningen. Het Beuningse gemeentehuis liep gisteravond vol met nieuwe inwoners.
Er werd een meet and greet georganiseerd om nieuwe sociale contacten op te doen en de gemeente een beetje beter te leren kennen. Ja, het is een nieuwe inwonersavond. Heel vaak komen inwoners pas in aanraking met de gemeente als alles goed gaat. Als je een nieuw paspoort nodig hebt of een rijbewijs. Maar de gemeente doet natuurlijk heel veel. En wat wij wel mooi vinden is eigenlijk om te laten zien aan nieuwe inwoners. Wie zijn we hè, als bestuur? Maar ook welke organisaties hebben we? Wat doen we als gemeente? Zo stonden er in het gemeentehuis verschillende soorten marktkraampjes. Van gemeentelijke informatie tot aan verschillende verenigingen in het dorp. Dus je hebt een standje over digitale dienstverlening. Misschien wil je wel komen werken bij de gemeente. We hebben een standje staan over de werf hè, en afvalscheiding. En over duurzaamheid en perspectief is er en het dorpshuis. Dus eigenlijk nieuwe inwoners snel kennis laten maken met elkaar. En ook elkaar leren kennen, want dat zeggen we altijd, Beuningen maken we samen. In de afgelopen tijd heeft de gemeente er veel nieuwe inwoners bijgekregen. Zo'n 900. En dat voelt voor burgemeester Bergman toch een beetje gek. Nou, daar ben ik dan best verbaasd over. Want ik denk, we leveren best wel wat af en toe wat kleinere woningbouwprojecten op. Dus dat klinkt best veel. Soms is het ook dat mensen verhuizen van Weert naar een ander dorp. Hè? Maar goed, je bent wel verhuisd. Maar heel veel komt toch van buiten. Ja, dat is toch omdat mensen een huis te koop hebben gezet. Of via woonwaarts een plek vrijkomt. Dus dat is best wel... Ik was er ook door verrast dat het er zoveel zijn, inderdaad. In heel Nederland ligt de bouw zo'n beetje op zijn gat. En ook in Beuningen komt het moeilijk uit de grond. Toch is er steeds meer vraag naar woningen. Burgemeester Bergman wil naast het bouwen van nieuwe woningen ook kijken naar doorstroming op de huizenmarkt. Nou, weet je, vooral voor de mensen die, en dan noemt de jonge generatie, want dat vind ik echt sneu. Die vallen echt een beetje tussen het wal en schip. Die heel lang op de bank blijven zitten bij hun ouders thuis. En die gun je eigenlijk ook een plek in hun eigen gemeente of in de regio waar ze willen wonen. En daarvoor vind ik het heel erg belangrijk dat we gewoon doorstroming krijgen. Maar ook voor ouderen die misschien wel in te groot huis wonen en eigenlijk kleiner willen gaan wonen. En als die gaan verhuizen, komt er weer plek voor een jong gezin. Dus ik denk doorstroming is heel belangrijk, naast dat we moeten bouwen. Maar ook dat er beweging komt op de huizenmarkt. En voor die groep is het nu gewoon heel lastig. Niet alleen in Beuningen, maar dat is natuurlijk een landelijk probleem. Ja, en daarvoor hoop je dat het allemaal wel dit jaar een beetje op gang komt. Ja, hartelijk dank. De herfst is inmiddels volop ingezet. Griep en verkoudheid doen de ronde en buiten is het winderig en regenachtig. Vandaag is ook de eerste storm van deze herfst alweer een feit. Gelukkig krijgen we dit weekend een kleine adempauze, zeg maar het oog van de storm. Morgen trekken er enkele buien over het land, maar ook de zon is regelmatig te zien. Een wisselvallige dag dus, met ook goede momenten en qua temperatuur morgen een magere 14 graden. Zondag zal ook voor het grootste deel droog verlopen. Ook de zon laat zich weer geregeld zien en het kwik stijgt tot maximaal 14 graden. In de nieuwe week zijn we weer terug bij af met veel regen, veel wind en magere temperaturen. Dit was het RN7 regionieuws van vrijdag 27 september. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. En nu op RN7 zie je weer een nieuwe NIC-update. En wij zijn er natuurlijk maandag weer. Dus een heel fijn weekend en graag tot dan.